Politiek? Ja, dat is toch maar saai. Nou, misschien heb je wel gelijk. Maar het ding is, in de politiek worden alle beslissingen gemaakt die voor jou van belang zijn. Dus is het op zich wel handig om te weten hoe dingen in elkaar zitten. Bijvoorbeeld hoe het werkt bij de Provinciale Staten. Wie zijn dat nou weer? Dat zijn de mensen die de koers van Brabant bepalen. Met ons belastinggeld regelen zij dat er bussen rijden, beslissen hoeveel koeien en varkens er rondscharrelen en of dat mega winkelcentrum er wel of niet moet komen. Dingen dus waar jij direct mee te maken hebt. Elke 4 jaar kiezen alle Brabanders van 18 jaar en ouder 55 andere Brabanders om hen te vertegenwoordigen. Dat zijn de Provinciale Statenleden. Die vertegenwoordigen ons dus 4 jaar lang. Ja, dat is lang. Zij bepalen in grote lijnen wat er in Brabant moet gebeuren. Keuren de begroting goed en kijken of de uitvoering van dit alles wel goed gaat. Voor de uitvoering benoemen ze een aantal gedeputeerden die elk hun eigen onderwerp hebben. En die vormen samen met de commissaris van de Koning het College van Gedeputeerde Staten. De commissaris van de Koning wordt weer benoemd door de nationale regering en is voorzitter van zowel de Gedeputeerde Staten als de Provinciale Staten. En samen vormen zij het regionaal parlement van Noord-Brabant. Heb jij het overzicht nog? Nou, het belangrijkste wat je moet onthouden is dat op deze manier alles wat in Brabant gebeurt democratisch wordt gecontroleerd. Dit is de kracht van onze democratie. Een systeem waarin jij bepaalt wie jou vertegenwoordigt. Dus denk goed na op wie je stemt en hou ze daarna in de gaten.